Ja, hij moet van. Er wordt super hard gewerkt. Ja, zoals je kunt zien. Ja, er zijn iets van 70 mensen met kinderen. Hartstikke leuk. Suzanne van Reenen houdt al regelmatig opruimwandelingen in en bij haar eigen plaats Castricum. Via Facebook werd ze benaderd om hetzelfde eens te komen doen in de Slufter. Binnen no time kreeg ze tientallen vrijwilligers op de been. Ja, fantastisch. Ja. In korte tijd. Dat geeft ook wel aan hoe veel mensen willen dit doen. Staatsbosbeheer houdt één keer per jaar zelf ook zo'n schoonmaakactie. Maar er komt zoveel troep het natuurgebied binnen dat ze heel erg blij zijn met deze extra hulp. We staan in de Slufter. Het is een heel erg uniek gebied hier op Texel. En het mooie van de Slufter is dat de zee hier binnen kan komen. Het staat in verbinding met de Noordzee. Maar dat betekent ook dat er heel veel troep meekomt met de zee. Dus je vindt inderdaad echt enorme stukken plastic en visnetten en van alles en nog wat hier binnenspoelt. Het is ook verslavend, zwerfvuil opruimen. En je handen gaan ervan jeuken. Dat is eigenlijk... Het is erg wat je ziet. Het gevaar eigenlijk met dit plastic vooral is dat het steeds kleiner wordt. Dus als het blijft liggen, nu is het nog makkelijk om op te ruimen. Maar als het steeds verder eigenlijk opbreekt in kleine korreltjes, dan wordt het echt microplastic. En dat ligt hier dan. Dat kan je ook niet meer opruimen omdat het zo klein is. En dat komt uiteindelijk in de voedselketen. Vogels eten het op, maar ook kleinere diertjes. En de effecten daarvan, dat is dramatisch. Je wil dit soort rommel niet in je gebied hebben liggen, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk, ja zeker. Dus daarom zijn we ook ontzettend blij met deze actie van vandaag.